Bewoners van de Riauwstraat zeggen wateroverlast te hebben in hun kelders. Ze denken dat de onlangs aangelegde nieuwe riolering de oorzaak is van het probleem. Nog deze week gaan bewoners en gemeenten om de tafel om te kijken of de zaak opgelost kan worden. Vooruitlopend daarop willen ze niet in beeld reageren. Een woordvoerder van de gemeente denkt dat de wateroverlast ook kan zijn ontstaan door de vele regen van de afgelopen tijd. Het grondwaterpeil verlagen klinkt simpel, maar is dat niet, zegt hij. Eigenaren zijn overigens zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand onder hun woning. In de openbare ruimte zijn dat de gemeente en het waterschap.